De film Dirty God van regisseur Sadra Polak staat niet op de lijst met genomineerden voor de European Film Awards. De European Film Academy maakte zaterdag de definitieve lijst bekend van de kanshebbers op de prijzenceremonie in Berlijn op 7 december. De Nederlandse film stond wel op de eerdere lijst met kanshebbers, maar werd uiteindelijk weggestemd door de achtkoppige jury van de organisatie. De producties die kans maken op de prijs voor beste film zijn A, een officier en Taspi van Roman Polanski, Les Miserables van Lars Lijn, Pa Ein en Glory van Pedro Almodovar, System Crasher van Nora Vingeit, De Favorite van Yorgos Lanthimos en Detroit van Marco Bellocchio. Dat Polanski is genomineerd, blijft controversieel. De regisseur vluchtte namelijk weg uit de Verenigde Staten nadat hij was veroordeeld voor de verkrachting van een 13-jarig meisje. Gisteren beschuldigde een Franse vrouw hem ook van verkrachting. Dat zou zijn gebeurd in 1975 in Zwitserland, toen zij 18 was.